Als God een plan heeft voor jouw toekomst, hoe ontdek je dat dan? Welke keuzes zou je nu moeten maken? Keuzes die jou helpen je toekomst vorm te geven. Zodat de keuzes die je nu maakt in de toekomst geniaal uitpakken voor jou, jouw toekomst, jouw geloof en alles wat God door je heen wil doen. Create your future. Woehoe! Zo super cool om hier te zijn. Fantastisch dat jij hier vanochtend bent. Heerlijk genieten aan het eind van zo'n oude week, maar begin van zo'n nieuwe week. Super cool! Hey, we zijn bezig met een serie Create Your Future. En ik kan me enorm voorstellen dat iedereen een bijzondere toekomst wil, toch? Iemand die dat niet wil? Ja, ik denk dat iedereen wel een bijzondere toekomst wil. Er is in ieder geval één iemand die jou een enorm bijzondere toekomst gunt. Dat is jou, Jezus. En als jullie volganger bent, zie ik jullie dat natuurlijk ook. We zijn begonnen met een serie over de juiste waarde in je leven te hebben, zodat je juiste keuzes kunt maken. Week 2 hebben we gekeken van, hey jongens, we hebben Gods geest nodig om in het leven ook de juiste richting op te gaan. En vandaag gaan we kijken naar het derde topic en dat heeft alles te maken met een team. Een team is ongelooflijk belangrijk. Iedereen heeft een team nodig. Sterker nog, je bent in een team geboren. Misschien ben je een eenmanskind, maar dan nog steeds heb je een vader en moeder en heb je nog steeds een team om je heen staan. Een team is ongelooflijk belangrijk. Zelfs als een topatleet op een één fiets zit, heeft hij een team om zich heen. Zelfs een artiest, zoals Zoe net, cool hè, klinkt een nummer, heeft een team om zich heen nodig, een hele band en alles om zich heen, om datgene te hebben wat je nodig moet hebben. Zelfs de beste voetballerspeler ter wereld, die heeft een team nodig. Ja, zelfs Cristiano Ronaldo, ongelooflijk. 152 miljoen mensen volgen hem, ik weet niet waarom, maar blijkbaar kan hij heel goed voetballen. Iedereen heeft een team nodig. En zelfs bij ICF hebben we teams. We hebben meer dan 20 teams, we hebben meer dan 20 teamleiders, we hebben meer dan 15 small groups, we hebben meer dan 15 small group leiders. En allemaal teams die elkaar nodig hebben om samen ergens iets te bereiken. Nou, als we de Bijbel lezen, dan lezen we het volgende. In Jesaja staat het volgende. Mijn plan met jullie staat vast. God is overduidelijk een plan heeft. Spreek de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Nou, dit zei God tegen het volk Israël. Wanneer God een plan had, wanneer hij van ze hield. Maar God houdt ook van jou. God heeft ook een plan voor jou. Want als het plan er niet was geweest, hadden wij hier ook nooit geweest. Maar God houdt zo ongelooflijk veel van ons. Dat hij ons gemaakt heeft. En ons gevuld heeft met talenten. Waarde, met passie, met persoonlijkheid. Om ergens iets los te maken in deze wereld. En dat heeft te maken met werk. Weet je waarin het allereerste gesproken werd in de Bijbel over werk? Nou, wie weet dat? Moeten we ver terug of heel ver terug? Ja, we moeten heel ver terug. In Genesis 1 vers 28 staat het volgende. Hij zegende en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar en talrijk en bevolk daar. Nou, is dat gelukt? Ja, dat vinden we best wel oké. Seks, kinderen krijgen, oké, kinderen krijgen is het anders. Kinderen onderhouden vinden we niet zo cool, maar hoort er ook bij. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Nou, dit is werk, toch? We werken allemaal in de samenleving, om de samenleving omhoog te houden, om al die faciliteiten die we hebben en die we met z'n allen belangrijk vinden, hoog te houden. Is werk, toch? Is dat hard werk? Ja, is hard werk. Is dat het enige werk wat God vraagt van je te doen? Nee, want er is nog meer werk te doen, zegt Jezus. Want als we Matthäus 28 lezen, helemaal aan het eind waarin Jezus vlak op een punt staat om naar zijn vader toe te gaan, ruimte te maken om Gods geest te laten komen, dan zegt hij tegen zijn discipelen, tegen zijn volgelingen, niet alleen die 12, maar waarschijnlijk van 120 man, het volgende. Er staat, ga er dus op uit en maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop hen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, doen we volgende week. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb, zodat je een leven in overvloed hebt. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Is dat ook werk? Ja. Grappig genoeg blijven we vaak alleen maar bij het werk in de samenleving hangen. Ja, dat is werk en daar verdien ik geld mee. Nou, dat is ook wat God van je vraagt. Maar daar moeten we zeker niet bij blijven. Want Jezus zegt hier heel duidelijk, ja, werk is heel belangrijk. Dat is wat mijn vader zei in de Genesis.
Maar nu geef ik jullie een nieuwe opdracht. Kijk om je heen. Voor wie hou je? Zijn er mensen die mij niet kennen? En hoe kun je die mensen bereiken? Dat hebben we allemaal een roeping. Dat hebben we allemaal een overtuiging. Brian Houston heeft een waanzinnige voorganger van Hillsong gezegd. Je werk is datgene waar je voor betaald wordt te doen. En datgene waar je voor geroepen bent door God is waar je voor geroepen bent. Dat zijn twee verschillende dingen. Soms kunnen die twee samengaan. Gelukkig is mijn roeping mijn werk. En ik hoop dat jouw roeping ook jouw werk wordt. Zodat je niet alleen wat toevoegt aan de samenleving, maar dat je ook vol in Gods plan staat om daar te komen waar God je wil hebben. Want hij heeft je gemaakt met iets speciaals, met iets bijzonders, met iets God almachtig. Nou, als we dit vers lezen, Matteüs 28, geldt dat voor elke christen over de hele wereld. En we hebben de afgelopen weken gezien dat dit vers eigenlijk een tweetraps raket is. Dit geldt voor elke christen, niemand uitgezonderd. Hier zit ook de magic, wist je dat? Iemand wel eens verteld over Jezus, iemand wel eens op zijn knieën zien gaan, omdat ze hun oude leven achter zich willen gaan en zeggen, dit is mijn Jezus, dit is mijn God. Heb je dat wel eens meegemaakt? Oh, als je dat niet meegemaakt hebt, claim dit vers, ga erop uit en ervaar de magic. Deze kerk had er nooit geweest als Mirjam en ik niet met de Maxi Coach en de feesten waren geweest, om mensen te connecten. Gewoon als vrienden. En mensen over Jezus te vertellen. Daar is deze kerk aan te staan. Hoe cool is dat? Daar zit de magic. En als je daar nog nooit iets mee gedaan hebt, stap daarin. Ga in die rollercoaster. En ja, je wordt teleurgesteld. Ja, je krijgt mensen die zeggen, jij met je Jezus. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik snap nu eindelijk wie jouw Jezus is. Dat geldt voor elke christen. En hieruit voort komt de tweede trap van de tweetrapsraket. Komt jouw roeping. Dit vers geldt voor iedereen. Nu wordt het uitgezonderd. Het geldt ook voor elke kerk. Als je je afvraagt wat zou elke kerk moeten doen, dit is wat elke kerk doet. Dit is wat hij zeer doet. Maar niet elke kerk is hetzelfde. Niet elke dorp is hetzelfde. Niet elke stad is hetzelfde. Niet elke persoon is hetzelfde. Dus dit geldt voor elke christen. Maar hieruit de tweede trap is dat God ook voor jou een speciale roeping heeft. Wat past bij jouw gaven? Wat past bij jouw talenten? Wat past bij jouw passie? En dat is gelukkig anders als bij jouw buurman of buurvrouw. Kijk even om je heen. Kijk om je heen, zeg, ik ben een leuke vent, maar gelukkig ben ik anders. Zeg maar even, je bent een leuke vent of vrouw, maar gelukkig ben ik anders. Ja, dat is wat het is. En dan moeten we snappen en begrijpen dat het zo is. Ja, dit vers geldt voor iedereen, maar jouw roeping is heel uniek en heel persoonlijk. En je moet hierbij beginnen. En je moet bij het moeilijke beginnen. First things first. Ja, we gaan allemaal naar school, maar we doen allemaal een andere baan, toch? Gelukkig wel, halleluja. Dus dat is waar Jezus begint. Nou, terug naar het topic van vandaag, teams. God heeft niet alleen een algemene roeping voor je, die we het gezien hebben, om erop uit te gaan. Hij heeft een speciaal roeping voor je. En dat is God's droom voor jouw leven. Maar die droom is zo groot, dat je het niet alleen af kunt. Dat is waarom we al heel vroeg in Genesis lezen, Genesis 2 vers 18, God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. En toen kwam de vrouw. Of dat positief is of negatief, moet je zelf invullen. Dat heeft ook te maken met de tijd van de maand natuurlijk. Dus God wist, als je het leven samen wilt doen, als je ver wilt komen, dan heb je een team nodig. Nou, is teams wel eens easy? Ik vind teams niet easy. Maar teams zijn ongelooflijk belangrijk. Binnen ICF hebben we 20 teams en verlossen. Elk team is heilig. Elk team heeft een leider. Elk team heeft twee trainees voor de volgende generatie. Elk team heeft mensen waarin we investeren. Want als we teams hebben, dan komen we ver met ICF. Kunnen we veel mensen bereiken. Kunnen we veel teweeg brengen in deze stad. Teams doen echt alles. Nou, laten we in drie perspectieven kijken waarom jij een team nodig hebt. Het eerste perspectief is dat we samen... Ik heb een hele lijst meegenomen. Komt ie. Ja, drie cirkels. We hebben, wie heeft rolmodellen in het leven? Rolmodellen. Helden. Heroes. Die denken van, wauw, halleluja. Misschien zeg je, ja, ik wil ooit de beste preacher van de wereld worden. Brian Houston, Rick Warren, Billy Graham. Oh, ik wil echt hetzelfde worden. Nee, je moet helden hebben. Je moet helden hebben. Want voorbeelden. Mijn kleinste is nu 1 jaar. Mijn middelste is 4, mijn oudste is 8. Soms schrik je wel eens van hoe ze dingen doen en van de dingen die ze zeggen. Ook wel eens meegemaakt, ouders.
van wie heb ik dat ik? Van jou. Ja, dat is niet van de buurman, is niet van, van school, is gewoon van jou. En ik denk van, rolmodel is belangrijk. Als je iets ver wil schoppen in het leven, heb je rolmodellen nodig. Tweede is mentoren. Je hebt mentoren nodig die helpen heel specifiek om dat te doen en dat te doen en dat te doen. Ik heb een aantal mentoren in mijn leven. Ik heb een mentor om mijn kerk te leiden. Ik wil ook mentoren hebben, hoe ik ook een organisatie voor moet geven. Nou, ik heb dat gebied geen mentor, maar ik lees wel boeken van de beste van de beste. Jim Collins, Peter Drucker. Hè, om echt te zien en te weten, hoe deed je dat? Wat zijn de deelbeelden daarvan? Om echt vooruit te komen. Nou, daarin heb je ook vrienden. Die zitten niet per definitie bij jou aan boord, maar die bidden voor je, die support je, die geven je schop onder je kont als je er zit. Vrienden, de laatste is het allerbelangrijkste, partners. Partners in crime. Die zijn het allerbelangrijkste. Daar gaan we zo naar verder kijken. Het tweede perspectief is waarom is een team belangrijk? En het derde perspectief aan het start van de tijd. Hoe kun je nou een team samenstellen waarvan je weet, dan kan ik de wereld bij overwinnen. Maar eerst dit. Michael Jordan. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships. Oftewel, met talent, met jouw talent, win je een wedstrijd. Maar met teamwork en echt intelligentie, win je een heel kampioenschap. En je kunt heel goed zijn in één ding in het leven en nu scoren. Maar God zegt, ik wil dat je scoort met je hele leven. Dat je hele leven aan het eind van je leven ertoe doet. Dat je zegt van, woe, het was een rit, het was up, het was down, het was heel erg up, het was heel erg down. Maar wat God door me heen gedaan heeft, dat is bijzonder. En dat is waar je een team voor nodig hebt. Nou, en dat heeft alles te maken met keuzes. Nou, God heeft ons waanzinnig mooi gemaakt. Met zelfbewustzijn is de eerste. Met inbeeldingsvermogen. We kunnen dingen inbeelden in de toekomst. Dat kun je ook misbruiken door je zorgen te maken. Je hebt een geweten. Maar belangrijker nog, je hebt een vrije wil. Wat kun je met een vrije wil doen? Keuzes maken. Keuzes maken. En als het gaat om de wil van God, om Gods droom voor jouw leven. En God heeft een droom en een pad voor jouw leven. Wat er niet alleen toe leidt dat je op de vijf gebieden van het leven, je geloof en je gezondheid en je relaties, in je werk en al je talenten en resources dus opgegeven, bijzondere dingen kunnen doen. In je eigen leven, maar dat het ook een impact heeft op andermans leven. En we weten dat we geroepen zijn. En we weten dat het een droom voor ons heeft. Maar ik weet ook uit ervaring dat sommige van jullie misschien hier over 5 jaar niet meer zitten. Dat je niet meer in Gods droom zit. Dat je niet meer in Gods roeping zit. Dat je niet meer on fire bent. En dat heeft wel met één ding te maken, onze keuzes. Twee keuzes. Die we eigenlijk niet sterk genoeg maken. De eerste is dat we echt geloven dat God een droom voor ons heeft. Dat we daarvoor kiezen, dat we daarvoor instappen en zeggen, God, tot mijn dood aan. Mijn rol in de samenleving, maar belangrijk is mijn rol voor u. Om voor mensen iets te betekenen. Bovenal. Volgende week gaan mensen zich dopen. En er zijn heel veel mensen uit ervaring, met alle respect. Ook voor mezelf. Die zeggen, weet je wat, ja, ik kies voor Jezus. Maar is nu kiezen voor Jezus easy? De zon schijnt, het sneeuwt, heerlijk. Maar wat is volgende week wat moeilijk wordt? Dus aan het begin is het easy. Maar gaandeweg je reis met God en er worden dingen taf, we komen er zelf op, en er worden dingen moeilijk en lastig, blijkt hoe diep die eerste keuze was en is. En hoe dieper die keuze is, hoe overtuigender die er is. Dus lang je erbij bent. En mijn keuze die ik ooit gemaakt heb. Oké, het duurde een paar keuzes later en een paar ervaringen later. Ik heb tegen God gezegd, dit is mijn leven. Heb het al. Tot mijn laatste voet, mijn laatste adem, geef ik al mijn tijd, al mijn energie, al mijn geld. Alles wat ik heb. En datgene uitleggen dat u voor mij gaat klaarleggen. De tweede reden waarom we vaak falen of afhaken is, we hebben geen team. We hebben niet die supporters om ons heen, om ons daar te brengen wat we nodig hebben. Nou, laten we kijken wat we nodig hebben. Waarom hebben we een team nodig? Het eerste is om je zwaktes aan te vullen. Iemand hier perfect. Niemand is perfect. Hey, je bent misschien heel erg sterk daarin. En je bent misschien heel erg sterk daarin.
En je bent misschien, heb je niet één heel sterk talent, maar heb je meerdere sterke talenten. Maar niemand heeft alle talenten en is daar heel erg sterk in. Dus je hebt mensen om je heen nodig die compenseren wat jij niet hebt. Als ik bij mijn team bezig ben, dan zoek ik mensen die hebben wat ik niet heb. Ik wil veel voor elkaar krijgen. Ik wil een grote stempel drukken op deze stad en dit land. En niet weinig. Dus we hebben echt mensen op ons nodig die datgene toevoegen wat we niet hebben. De Bijbel zegt in Romeinen het volgende. Of kan ik het beter zo zeggen? Ik wil graag dat u en ik door elkaars geloof bemoedigd zullen worden. Soms pijnlijk. Is bemoediging soms pijnlijk? Ja, bemoediging is soms pijnlijk. Maar ik zorg dat mensen naast me zijn, dat mensen naast me heb, die datgene toevoegen wat ik maximaal niet heb. Vinden we dat soms eng? Om iemand aan boord te houden die echt heel goed is en jij niet? Ja, daar gaan heel veel kerken kapot. Eén volganger en de rest allemaal van die sulletjes omheen. Die moet je hebben, je moet een sterke volganger met een sterke teamgeest hebben. Die samen een sterke impact kunnen maken. Dan vandaar mijn lead team is, of jouw small group, of jouw team als teamleider. Het maakt juist, zorg dat je de beste mensen aan boord hebt. Het tweede, waarom je team nodig hebt, om het beste in jou naar boven te halen. De Bijbel zegt het volgende in Spreuken. Zoals men ijzer met ijzer slijpt, zo scherpt de ene mens de ander. We hebben elkaar nodig om scherp te houden. Het vierde is om meer voor elkaar te krijgen. Krijgt een team meer voor elkaar dan één persoon? Ja, als ik het juiste team heb. Sommige dingen doe ik alleen, dat weet ik. dan krijg ik meer voor elkaar. Maar op de lange termijn, met de beste mensen, met de juiste mensen, krijg je veel meer voor elkaar. Het vierde wat we moeten weten is, ja, om mij overeind te houden als ik struikel. Hij heeft struikelen. Hij heeft vallen. Maak ik fout als voorganger? Dat heeft hij. En dan heb ik geen mensen om me heen nodig die God niet kennen, die niks met God hebben. Ze zeggen, zie je wel, leuk zo'n kerkje. Oh, leuk, voorganger, ja, leuk. Ja, lekker voor jou. Leuk, leuk. Nee, dan heb je mensen om je heen die zeggen, weet je wat? Je bent gestruikeld, je hebt fout gemaakt, maakt niet uit. We staan op en we gaan weer verder. Je hebt die mensen nodig. Die je weer moed inspreken, die je daarin helpen, datgene te geven wat je nodig hebt. Prediker zegt het volgende. Als één van beiden valt, dan helpt de ander hem weer overeind. Maar als je alleen bent, kan niemand je overeind helpen. En het leven is niet easy. En Gods roeping voor jouw leven uit leven is niet easy. Je hebt daar mensen voor nodig die je omhoog houden, die je sterk maken. Die je opbeuren als het taf is en het moeilijk is. Zorg dat je die mensen hebt. Waarom heb je team nodig? Om aanval en kritiek aan te kunnen. Toen wij deze kerk starten, cool joh. We zeiden op een gegeven moment, oké, tegen wat mensen om ons heen. We gaan naar de buren en zo. En de familie, weet je, die niet zo met God kerk te maken hebben. Die, oh, leuk. Ja, maar die gaat niet. Ja, we gaan kerk starten. Kerk is niet van deze tijd. Kerk is niet zo cool. Kerk is zo abollig. Kerk doet er totaal niet aan toe. Nou, ik kan het niet vertellen wat ik zag. En je krijgt kritiek. Afgelopen dinsdagavond waren we bij de Visionaries in IJsselijk Utrecht. En er was een CDA'er in de politiek van Utrecht die had gereageerd op een post van IJsselijk Utrecht. Dat was heel positief. Not. Hij zei van, waarom sluit je niet aan bij een andere hippe kerk? Nou, je krijgt kritiek als je uitstapt en Gods droom gaat uitleven. Want het is niet aan de wereld om te bepalen wat jouw droom voor jouw leven is. God heeft jou gemaakt. Hij heeft jou bepaald wat er in zit. Hij weet wat jouw droom is. En als jij weet dat dit jouw droom voor jouw leven is, go for it. Wat de rest van de wereld ook al vindt. Toen ik achter een droom zat, jaren geleden, 10 jaar geleden, God zei, wil je de rest van je leven een product of een dienst verkopen? Of wil je met mij een kerk bouwen? Wist ik wat ik moest doen. En ik wist dat ik kritiek zou krijgen. En zoals ik een mens heb die zegt, weet je wat? Let's go for it. Let's do it. En we gaan dit voor elkaar krijgen. Niet dat ik kritiek krijgen. Zeker in Nederland. We zijn altijd een positief in Nederland. Ja, Prediker zegt, als iemand alleen is, kan hij zich niet goed verdedigen. Maar samen kun je een tegenstander aan. Samen ben je sterker. Net zoals touw gemaakt is uit 3 losse touwen. Dat trekt je niet zomaar stuk. Zorg dat je sterk bent. Zorg dat je in een small group zit. Zorg dat je in een team zit. Om je gaven en talenten te ontwikkelen. En daar komen wij niet zijn. Nou, welke vragen moet je stellen aan jezelf om echt een sterk team samen te stellen. Want God heeft jou gemaakt, hij heeft je geroepen. Hij wil iets bijzonders door je heen doen. Wat voor mensen
moet je er om je heen hebben? Wat voor vragen zou je jezelf moeten stellen om daar te komen waar je moet zijn? De eerste vraag is, hebben deze mensen een passie voor God? Dat is de belangrijkste vraag ever. Dat is de belangrijkste vraag die je ooit zult krijgen voor jezelf. Hebben deze mensen een passie voor God? Als je mensen om je heen hebt die een passie voor God hebben, die niet van God houden, die niet ervan houden om God te dienen, weinig dan. Ja, we staan een stopje binnen de kosten kinderen. En mijn liedteam binnen ICF, waar we ICF en de moed in leiden, in Nederland mee leiden, dat zijn mensen die God maximaal houden. Dat zijn mensen die maximaal God willen dienen met alles wat ze hebben. En vraag jezelf af, hey, wat voor mensen heb ik om me heen? Zijn het echt mensen die van me houden? Zijn het echt mensen die God willen dienen? Zijn het echt mensen die het beste uit me boven willen halen? Je zult die mensen nodig hebben om daar te komen waar God je wilt hebben. God wil iets bijzonders voor jou doen in de toekomst. Zorg dat je die mensen om je heen hebt. Het tweede wat je nodig hebt is... Oh, Romeinen zegt het volgende. Nee, Korinthe zegt het volgende. Verbind u niet met mensen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Natuurlijk zijn we hemelburgers in deze wereld en niet van de wereld. En natuurlijk zijn we bij de mensen die God niet kennen en niet zo'n waanzinnig leven hebben. En nog zoveel zouden moeten leren. Maar tegelijkertijd, als je datgene wil doen wat God op je hart gelegd heeft, zorg dat die mensen om je heen hebt. Die zo ongelooflijk veel van God in je leven houden. Maar hem willen doen met alles wat ze hebben. Het tweede is, nu komt het idee, dit is pijnlijk. Wil je het pijnlijk horen? Werken deze mensen aan hun karakter? Als je het lang uit wil houden, als je ver wilt komen, als je veel voor elkaar wilt krijgen, heb je een sterk karakter nodig. Want voor karakter moet je het hebben. Je kunt enorm getalenteerd zijn. Kijk naar acteurs, kijk naar artiesten, kijk naar voorgangers. Je kunt ongelooflijk getalenteerd zijn, maar waardoor vallen deze mensen vaak? Ja? Karakter. Karakter. Dat ze ergens een grens overgaan. Grensoverschrijdend gedrag met vrouwen. Grensoverschrijdend gedrag met mannen. Grensoverschrijdend gedrag, whatever. Waardoor ze uiteindelijk zo getalenteerd zijn, maar ze vallen door één klein karakter minpuntje. Je hebt mensen nodig die sterk zijn, die een sterk karakter hebben. Die een sterke karakter ontwikkeld hebben naar het beeld van God waar je op kunt bouwen. Die je kunt belasten. Die je echt zo zwaar kunt belasten en nog steeds niet breken. Nou, wat heb je nodig voor mensen om je heen? Mensen die integer zijn. Mensen die integer zijn. Spreuken zegt het volgende, wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg. Wie op een kronkelpad gaat, wordt ontmaskerd. Als een kronkelpad is vaak wel uitdagend, soms een beetje leuk, niet te moeilijk, waarom altijd zo gefocust? Je hebt die focus nodig, je hebt integere mensen nodig. Zeker als je God zegen wilt. En dit vers zegt, God zegent de mensen die rechtvaardig zijn. En als ze rechtvaardig zijn, is niet easy, maar wel mogelijk. Je hebt mensen nodig die echt integer durven te zijn. Het heeft te maken niet alleen met eerlijk zijn, maar ook met focus. Met oké, we blijven dit doen. Niet echt tijdens, we blijven dit doen. En we blijven net zo lang samen. En we blijven net zo lang team. Totdat God iets bijzonders door ons heen doet. Het tweede is nederigheid. Wie vindt nederigheid makkelijk? Ik vind nederigheid ongelooflijk moeilijk. Spreuken zegt, de Heer vindt het afschuwelijk als mensen kwaad doen. Maar de Heer blijft trouw aan goede mensen. Dat is een belofte. In de Bijbel staat vol met beloften van begin tot eind. En dit is een belofte. Er staan minimaal 365 beloften van God in de Bijbel. Genoeg voor elke dag één. Zorg dat je die belofte kent. En hier zegt God, ik zegen je als je trouw blijft. Als je trouw blijft. Als je nederig blijft. Dan zal die altijd bij zijn. En dat is de gunst van God die je over je heen kunt krijgen. Nou, kan God zegenen? Kan een vader een kind zegenen uit zijn goedheid? Ja. Maar een vader kan ook uit het niets vandaan iets geven, omdat het gewoon kan. Omdat het gedaan, papa, mama. En je zegent iemand omdat
dat een zegen komt altijd op een voorwaarde. Als jij dit doet, dan zegen ik je. Maar hier gaat het eigenlijk over een gunst. Een gunst is dat je iets krijgt waarvoor je niet gedankt. En als je mensen om je heen hebt die nederig zijn, die Gods gunst krijgen, dat is wat je nodig hebt. Je hebt mensen om je nodig die nederig zijn, die Gods gunst over zich heen halen, zodat niet alleen die mensen zegen, maar ook jouw team. Nou, nederigheid heeft niet te maken, oh, ik ben zo slecht en ik kan niks. Hoe noemen we dat? Ja, dat is een valse nederigheid. En dat is een loser mentaliteit. En het is zo lastig. En het is zo moeilijk. En ik zie het niet zitten. Iemand wel eens last van op maandag? Ja, ik wel. Maar ik weet voor mezelf, Ari, dat is geen winnersmentaliteit. Ja, het is niet tough en het is niet moeilijk. Maar het is geen winnaarsmentaliteit. Echte nederigheid is, weet je wat? Als dit ervoor nodig is, dan ga ik het doen. Als ik daar moet veranderen, dan ga ik dat doen. Als ik... God, als u dat van me vraagt, dan ga ik dat doen. Dan zet ik mijn eigen wensen, mijn eigen verlangens opzij. En doe ik de dingen die u van me vraagt. En ik weet dat u ze zegent. Echte nederigheid. Het is ongelooflijk belangrijk om daar te komen waar je moet zijn. Heeft te maken met dat je iets minder met jezelf tegenkomt. Maar meer met een ander bezig. Iets minder met jezelf en iets meer met anderen. Sommige mensen zeggen, ja, vindt God mij dan niet belangrijk? Dat vind je extreem belangrijk. Maar waar komen de problemen in de wereld vandaan? Omdat we te veel met onszelf bezig zijn. Door Europa is het rijkste continent ter wereld. En de kerk is slechter af in Europa dan waar dan ook ter wereld. Waar is dat mee te maken? Met God? Met de rest van de wereld? Of moeten wij leren als Europeanen, weet je wat? Als de kerk die Jezus zo slecht voorstelt. En God vraagt ons om Matthäus 28 zijn kerk te bouwen met alles wat we hebben. Misschien moeten we iets meer met God bezig zijn, met zijn koninkrijk. En met zijn mensen. Dan met ons. Met ons. Met ons. En God zegt, ja, je bent belangrijk. En ja, ik ben voor jou gestorven. En ja, ik zou het zo weer doen. Ik hou van je, maar nu is het tijd om je heen te kijken. Voor mensen om je heen. Het derde wat je nodig hebt voor de mensen om je heen is vrijgevig zijn. De Bijbel zegt, een vrijgevig mens wordt gezegend. Maar God zegent vrijgevig mensen. Ik wil mensen om me heen die vrijgevig zijn. Het heeft niet alleen met geld te maken. Ik weet dat de mensen in mijn lithium de grootste gevers van mijn chef zijn. Maar is niet het belangrijkste? Want als je in een team zit, weet je dat we samen financieel moeten geven om ons doel, ons droom, samen te bereiken. Maar als het, en Jos zit in mijn team bijvoorbeeld, als die shit hits the fan en we hebben een heftige discussie, en ik zit helemaal fout, en jij bent niet vrijgevig om mij te vergeven, dat is ook een issue, toch? Vrijgevigheid heeft niet alleen met geld te maken. Geld is een hele belangrijke. Als je de Bijbel leest en het gaat over vrijgevigheid, lees je van alles, van welke belofte dan ook, gaat het altijd over vrijgevigheid. Waarom? Omdat God weet, de wereld gaat kapot als we niet vrijgevig zijn. Niet alleen financieel, maar ook in onze genade. Om de mensen te vergeven, of om van mensen te houden. Zeker de mensen die niet zo cool zijn. Van welke mensen is het makkelijk om te houden? Van mensen die zich van jou houden. Maar wat vraagt Jezus om te doen? Hou van je? Now we're talking business. Heb je daar vrijgevigheid voor nodig? Om van mensen te houden? Die iets van jou gezegd hebben afgelopen week, of niet cool was. Is het easy om van mensen te houden die over leugenaar hebben uitgemaakt? Is het easy om van een broer en zus te houden die op een WhatsApp groep waar jij niet in zit, iets gezegd hebben van je weet dat je... Is dat easy? Dat is precies wat God vraagt. Dat is precies wat Jezus vraagt. Want als we dat doen, dan smelt alles. Ik bedoel,
Laten we nou een voorbeeld nemen. Jij hebt de ergste fout in je leven gemaakt met van één persoon. En iedereen weet. Dit gaat ook nog goed komen. Totdat die ene persoon die uit je komt. Ja. Die komt. Wat gebeurt er dan? Dan breekt de macht. Maar je hebt vrijgevigheid, veel vrijgevigheid nodig om dat te doen. En dat is precies wat de kerk nodig heeft. Niet alleen ten opzichte van financiën, zodat we een waanzinnige locatie kunnen doen, dat we de beste geluid, de beste multimedia, de beste microfoon, de beste om Gods stem op de mooiste manier te laten klinken. We moeten ook vrijgevig zijn. In onze liefde, in onze genade. Om daar te zijn waar mensen Jezus het hardste nodig hebben. Is het hier fijn om te zijn, bijvoorbeeld, weet je, dat ik niet weet, toch? Is zo nice, zo lief, zo aardig. Maar we hebben dit nodig om op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, in onze straat, in ons gezin, in onze familie, op ons werk, datgene nog veel meer te zijn wat hier easy is op zondag. Hier voor jullie houden is easy. Maar van de mensen het mij in de straat te houden, dat is niet zo easy. Afgelopen jaar zijn er wat ondernemers bij ons in de flat gekomen. We hebben allemaal busjes. En als je bij ons de portiek uitloopt, dan loop je nu tegen niet één busje aan, maar loop je tegen 5, 6 busjes aan. Ik kwam er vanochtend niet eens uit. Er zijn ook mensen gekomen met honden. Ik heb niks tegen huisdieren. Klein beetje wel. En als je bij ons tegenwoordig de lift instapt, dan ligt daar of vocht van de hond, of vocht van een vuilniszak, of vocht waar het ook vandaan komt. Dan moet je nog steeds houden van die mensen. Want als mijn natuur spreekt, dan zou ik het liefst wat zeggen en doen wat niet door deze microfoon hoort te gaan. En wat me tegenhoudt, is het leesje, ik ga van jou. Ari, doe het ook. Doe jij de juiste dingen altijd, als je toch niet zo, je vrouw en kinderen en echt. Nee. God is zo vrijgevig. En als wij leren vergeven, dan verandert alles. Het volgende wat je nodig hebt, is mensen die vaardig zijn. Spreuken zegt het volgende, zal je iemand die bekwaam is, zie je iemand die bekwaam is, hij komt in dienst van de koning onaanzienlijk en zal hij niet dienen. De beste mensen gaan naar de beste bedrijven. Maar als je het beste team wil hebben, moet je zoeken naar mensen die de beste skills hebben en weten hoe ze moeten groeien. Oké, volgende wat je nodig hebt. Doen deze mensen het juiste, ook al is het moeilijk. Deuteronomium zegt het volgende. Houd je precies aan alles wat ik van jullie zeg. Wat jullie zeggen. Als jullie goed naar mijn woorden luisteren, zal het goed gaan. En met jullie en je nakomen. Want dan doen jullie wat de Heer vraagt. Yo, als je doet wat God van je vraagt, is dat altijd een zegen. Heb je altijd leven in overvloed. Maar om dat te doen als het tegen zit, als mensen bekritiseerd worden, als je echt de shit hit de fan en de grootste issues in je leven krijgt en mensen nog steeds God zoeken, dan verandert het niet. Vraag jezelf af als er gisteren iets heftigs fout gegaan is. Zijn er nog steeds die God aanbidden vonden? Zoek jij nog steeds voor richting en wijsheid en troost? Of zoek je het ergens anders? Als het fout gaat, ga je dan nog steeds naar je smallgroep? Zeg je, ja, nee, alles zit tegen. Of zeg je, nee, dat is mijn doel. En zij geeft me extra wijsheid. Zij geeft me extra liefde. Zij geeft me extra bemoediging. Wat doe je als het taf wordt? En zoek mensen om je heen die als het taf wordt niet in een hoekje gaan zitten. Niet gaan zitten stikkenuren. Niet gaan zitten klagen. Maar zeggen, weet je wat, dit is mijn God en dit is mijn Jezus. En alleen hij kan me troosten. Alleen hij kan mijn geschreeuw en geklaag aan. Zoek die mensen om je heen. Die beste in je bovenhaal. Focussen deze mensen zich op God wanneer ze kritiek krijgen. Kritiek krijgen allemaal. En als je je God gegeven droom gaat uitleven, krijg je kritiek. Maar als je mensen om je heen hebt die altijd kritiek krijgen, op God blijven focussen, dan heb je alles. Want hij zegt, het echte geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben, omdat je bij me hoort.
Misschien schelden de mensen je uit of willen ze je gevangen nemen. Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. Als dat gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Dus jullie krijgen een grote beloning in de hemel. Ik denk dat de eerste christenen de eerste paar eeuwen na Jezus dat echt begrijpen. Afgelopen week was het een boek en dat ging over pijn. Nou, je kunt pijn hebben over de verkeerde keuze die je maakt in het leven. Maar je kunt ook pijn hebben als je de juiste dingen doet. Ik krijg hevigheid. Het is pijn. Maar ik geef zoveel geld weg. Ik moet niet zoveel van ze houden. Het is pijn. En ik denk dat we pijn moeten omarmen. En de eerste christenen die onder de tirannie van Rome achtervolgd werden, vervolgd werden, gedood werden, wisten wat echte pijn was. En Jezus was alles. En afgelopen week was ik 2-3 regels. Mensen van die tijd hebben een gat in hun hoofd geboord. En er wordt heet lood, smeltend lood ingegooid. We hebben het al hier. En dan lopen wij soms als christenen in 2019 te piepen. Over dat die stoel misschien hier niet lekker is. Dat die baas morgen loopt te klagen. Dat is wat we moeten zijn. Focus op het allerbelangrijkste. Zelfs als het moeilijk wordt. Maar wat is nou precies moeilijk? Zorg dat je mensen om je heen die zich focussen. Zelfs in de moeilijkste tijden. Het was een aantal jaar terug op de conferentie van ICF, waar we net een tip mee hebben gezien waar Reinhard Bonke was. Maar Reinhard Bonke is misschien niemand zeggend voor jou. Maar van Afrika heeft hij op zijn kop gezet. Ik heb een beeld meegenomen van een van zijn tochter die hij daar heeft. Dit is nog een klein menigte die hij bij elkaar gehaald heeft. Zijn eerste idee was: God, ik koop de grootste tent ter wereld en daar kunnen al die mensen in. Hij zette die tent op in Afrika en God zei: te klein. Kan de storm, hele tent weg. De grootste tent ter wereld. En toen wist hij: God, ik weet niet wat er gaat gebeuren. En soms heeft hij dit soort momenten meegemaakt van miljoenen mensen tot aan de horizon. 2 miljoen, 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen. En dan komen de Europeanen. Ja, Reinhard, we doen nou wel de juiste dingen. En soms gingen de rolstoelen door de menigheid van mensen die genezen werden. Ja, Reinhard, ja, het kan toch echt niet zijn dat die mensen daar zomaar opeens genezen. Is dat wel echt waar? Kritiek, heftige kritiek. En Reinhard Bonke was een aantal 5 jaar geleden precies op de conferentie backstage. En wij mochten als voorgangers waren bij, mochten een vraag stellen. En iemand stelde een vraag van: hoe ga je met kritiek om? Nou, zegt hij op zijn Duits. Einfach. Nu einfach. Ik ga met kritiek om zoals ik met applaus ook omga. Ik doe wat God van me vraagt. Of ik nou kritiek krijg of applaus. I don't care. Dat zijn de volwassen mannen. Dat zijn de volwassen vrouwen die weten waar het om gaat. De volgende is: zetten deze mensen moedig stappen in geloof? De laatste. Handelingen zegt: het zijn mensen die hun leven gewaagd hebben voor de naam van onze Jezus Christus. Ik voel mezelf een rijk man met een topteam om me heen, die al deze eigenschappen hebben. En deze mensen die ik om me heen heb, die willen echt het onmogelijke doen. Risico's nemen. Zodat we samen veel voor elkaar krijgen. En ik weet dat we dat voor elkaar krijgen, omdat we datgene wat God ons vraagt ook echt doen. Maar als je niet uitkijkt, dan bouwen we ons leven op lucht. En we investeren in dingen die misschien niet zo belangrijk zijn. Het is cool om te werken aan je opleiding. Het is cool om je gaven en talenten te uitdrukken in je werk en carrière, maar het is niet alles. En soms dan gaan we een ladder op waarvan we denken dat het allemaal belangrijke dingen in het leven zijn. En dan zijn we misschien ergens boven als we 60, 70, 80 zijn en we komen erachter dat we met een ladder tegen de verkeerde muur aan staan. We hebben ons hele leven alles gegeven voor die ladder. En je kijkt naar anderen en je denkt:
denken, maar ik had, dat had ik ook gewild. En wat we willen is, dat God iets bijzonders door je heen doet. En ik vind het cool dat de laatste jaren mensen tegen mij zeggen, vrienden die we kennen, die ook opgegeven hebben in het geloof, die ergens gestruikt zijn. Als toekomen tegen mij en meer om te zeggen, weet je wel, Dani, we hebben gezien dat je ook gestruikeld bent. We hebben ook gezien dat je mensen je pijn deed. We hebben ook gezien dat je het zelf niet zag zitten. Ik ben doorgegaan. Ik wil ook zo. En dat is niet mijn idee. Het is niet ICF's idee. Dat is Gods idee. Om te investeren in de dingen die Hij belangrijk vindt. En wat Hij belangrijk vindt, is zijn mensen. Binnen deze kerk, maar nog veel belangrijker buiten deze kerk. Om die mensen te houden. Wie is het die God nog niet kent in jouw heen? Broer, je zus, vader, je moeder, een moeder! Weet niet wat zij gedaan heeft. Deze gaat voor iedereen. Juist van iedereen. En wil juist door jou heen liefde en licht brengen op de meest donkere plekken. Ook de plekken van mensen die iets heftigs gedaan hebben in jouw leven. Want dan doet Jezus en God precies dat wat hij moet doen door jou heen. Licht brengen, liefde brengen, leven brengen op de meest donkere plekken. En als je dat ervaren hebt, als je daarin stapt, als we alle verhalen van deze kerk nemen van de afgelopen 8 jaar, van alle levens die veranderd zijn, van mensen die hier niet zouden zitten en tussen 6 plankjes zouden zitten. Dat is waarvoor we. Dat is wat ons hoop. Dat is wat God hart in beweging brengt. En daarom hebben we een team nodig. Zullen we samen bidden? Wees dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat u naar deze wereld kwam en exact dat deed wat uw vader van u vroeg. Uw roeping uitleven. Sterf van een kruis. Om te overtuigen dat u voor eens en voor altijd van ons houdt. Dat niet dat meer tegen ons is. Op te staan en te dood. U geeft van ons besturen om grotere dingen te doen dan u. En als we dat horen, dan willen we niet geloven. Als we dat horen, willen we het wel geloven, maar niet doen omdat het zoveel risico met zich meebrengt. Die maar u wilt doen en onze roeping voor ons leven uitleven is het mooiste wat er is. Het is inderdaad een risicovol. Het geeft ons adrenaline, het laat onze knieën knikken en soms ons hart sneller knikken. En als we dat doen, dan blijven we doen en terug kunnen kijken op een bijzonder leven samen met u wat u wilt geven voor elkaar te krijgen. Het is het mooiste wat er is. Het meest vervullend. En bovenal hebben we u het meest intens en diep en persoonlijk ervaren dan we ooit zullen doen. Als we onze roeping willen uitvoeren. En zelfs u, Jezus, van een team om te heen. 12 vrienden, 12 buddies, 12 disciples. Waarvan 3 je hart zien hebben. Petrus, Johannes, Jacobus. Petrus met zijn grote bek. Die oren afhakte. Altijd zo emotioneel. Maar echt iets bewogen in deze wereld. De koper. Man aan uw hart. Die de meest waanzinnige hoogtepunten met u beleefd. En tegelijkertijd de meest grote dieptepunten met u beleefd. En dat is wat het is wat we met u het leven heen gaan. Alle handen, alle voeten. Maar eindelijk is het ieder bij het gezin van ons heen. Ik geef ons een nieuw visie op team, een team te bouwen, om de roeping te ontdekken. Dus uw plan staat vast met ons, dat u het bijzonder wilt doen als persoon, als smallgroep, als team, als kerk in dit land. Om uw kerk weer te bouwen en aanwezig te laten zijn in deze stad, in dit land. Dat het zo enorm positief is dat het mensen leven veranderen. Leven in overvloed is wat u belooft.
als we dat zelf ervaren, zelf willen en dan het doorgeven aan de mensen om ons heen. We hebben een nieuw pas, een nieuw pas. Dat is onze droom, onze roeping. Een team te bouwen, onze droom voor ons leven is groter dan we zelf aankunnen.